klaarmaken voor de spiegeloog. Daar gaan wij naartoe. Praten en zo, dus dat gaan we eventjes doen. Dus we gaan ons eventjes klaarmaken. Schoentjes aan en zo, dus die het nu al minder koud is dan ervoor. Dus dat is al super goed. Zo, schoenen aan. Dan zou ik gewoon naar de winkel. Dus schoentjes aandoen. Dat zit ook al aan. Die king zit dat al. Je hebt zo'n functie op die camera en die zegt zo: ja, u bent een kind. Kind in beeld. Oh ja, ik ben echt moe. Ik heb niks te slapen. Dus ik ben echt al moe. Dat vind ik eigenlijk toe. We zijn bij het spiegeloog. Ik zie dat we het deur hebben van binnen. En dan gaan we naar de wachtkamer. Dus zo. Even binnen. Dan zijn we binnen. Hier moeten we zijn. Dan gaan we verder. We gaan even naar de wachtkamer om te kijken of iemand zit. Niemand, dus dan. Zo, voilà. We zijn er aangekomen. En hier moeten we dan wachten tot het uitzicht. En hier moeten we dan wachten tot het ons is. Cool, hè? Heel belangrijk om op het zweetbaar te maken. Want twee mensen vinden dat maar een taboe. Maar eigenlijk is het een taboe aan om naar de psycholoog te gaan. En dan zag ze dat winkel. Dus het is wachten tot ze komt. Maar het is wel een mooi gebouw en uitzicht. Het was echt wel leuk om zo een gesprek te voeren. Dus zeker niet om beschaamd voor te zijn dat je bij een spiegeloog gaat. Dus, we zijn natuurlijk ook eens naar de winkel geweest. Daar hebben we alles gekocht wat we nodig hadden. Dus ja, het is wel goed gegaan. En, we hebben alles gevonden, alles stond zo hoog en alles wat er niet was, stond laag. En dat is echt heel moeilijk, want je hebt altijd dat nodig wat er laag staat, dus ja. Dus daarom. Ik slaap er terug in. Dat vond ik wel een beetje, ja, jammer. Maar ik heb mijn best gedaan om het aan te raken, dus ik heb bloemkool meegebracht. Zoete aardappel. Ik heb al eens gegeten zelf met frietjes, dus ik denk wel dat ik dat lust. Het is nu met dingen puree, dus dat zal ook wel lekker zijn. Maar veel keuze was er niet. Dus we hebben dat maar gepakt. Pakken wat er te pakken valt. Sowieso. Dus volgende keer gaat Enzo mee naar de spiegeloog, ja, omdat ik hem altijd ga halen en brengen. Dus die gaat nu mee, dan gaat hij mee naar de spiegeloog. Dus het was wel leuk om zo'n gesprek te voeren. Echt een aanrader. Ja, de dag allemaal liet hij nog op van Kathleen. Dus echt wel te doen. Dus ik kan het iedereen aanraden. Hey, dus ik ben bezig met het eten, dus ik ga het nergens laten zien. Het ziet er niet spectaculair uit of zo. Dit is gewoon bloemkool met witte saus.
in de rust. Zie je? Ja, het landlicht zit er nog in. En dus dat is een beetje het eten. Dus hoop ik vond je het een leuke video. Zeker te hebben. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn er weer.